Goed, waar ik vandaag over wil spreken is de Turing-test. En in relatie tot een drietal films die afgelopen 2 jaar in de bioscoop zijn verschenen. Her, Ex Machina en Uncanny. Wie van jullie heeft Her gezien? Dat is aardig wat. Wie van jullie heeft Uncanny gezien? Hé, ook Uncanny. Ja. En wie Ex Machina? Ja, dat Uncanny niet gezien was, ik was even mis in de volgorde, is niet zo gek, want die is wel in première gegaan, ook in Nederland, op het festival Film by the Sea in Vlissingen, afgelopen najaar, maar hij is niet in de bioscoop tot op heden uitgekomen. Dus als je die wil zien, het is wel een aanrader, want ik vind het een van de aardigste van de drie, dan zul je op meer of minder legale wijze via het internet moeten vervoegen bij een aanbieder. Goed, in ieder van die films speelt de Turing-test een belangrijke rol. En, in verschillende vormen, zowel in de vorm van softbots als hardbots, zeg maar. En daarom wil ik, voordat ik op het eigenlijke thema inga, een paar dingen zeggen over robots. Met name het feit dat ze afgelopen jaar dat ze publicitair gezien voor de robot een wat minder goed jaar geweest. In de eerste plaats was er afgelopen jaar een studie van het Oxford Internet Institute, waarin gesteld werd dat binnen enkele decennia ongeveer 50% van alle banen door robots zullen worden overgenomen. En lange tijd dachten, zeg maar, ons soort mensen met een goede opleiding, van, nou ja, dat is vooral domme krachten die worden vervangen door robots. Maar die studie zei, nou, vooral allerlei intellectueel werk wat goed gemechaniseerd kan worden, accountancy en dergelijke. Daar moet je vooral voor vrezen de komende decennia, dat dat overgenomen zal worden door robots. Het beste kun je nog een creatief vak hebben. Dat is op dit moment nog, zeg maar, het soort werk dat, waar robots nog niet erg goed in zijn. Maar dat was dus geen goede publiciteit voor de robot. Dan kwam er ook nog de discussie over drones natuurlijk, met name de inzet op het slagveld. En met name de Verenigde Staten onder Obama, die erg terughoudend was in het inzetten van grondtroepen, her en der. Die heeft heel massaal gekozen voor de inzet van drones. En ook dat heeft veel ethische discussies opgeroepen, van mag je dat doen, is dat verantwoord? Ook in verband natuurlijk met vaak heel veel burgerslachtoffers die daarbij vallen. En ook allerlei andere thema's, van gaat dat niet een soort moral distance opleveren? En je zit achter je cappuccino of latte, in de Verenigde Staten in kantoor, tussen 9 en 5 zit je met je drones te spelen, zeg maar. En wat doet dat met mensen? Betekent dat niet dat hun morele standaarden erg achteruit gaan? Dan was er ook nog Stephen Hawking, u kent hem allemaal wel, onze beroemde fysicus, die waarschuwde dat misschien wel voor het eind van de eeuw het menselijk ras vervangen zal zijn door superieure intelligenties. Ook dat was weer niet, zeg maar, voor de robot een hele mooie publiciteit. Daarom is het ook niet zo gek. En het zijn maar een paar voorbeelden. Robots zijn ook nog in veel andere manieren in discussie geweest. Daarom is het niet zo gek dat er ook een aantal films zijn verschenen waarin robots, en met name ook het gevaar dat robots wellicht een bedreiging voor ons gaan vormen op een of andere manier, hetzij onze banen, hetzij ons leven zelfs zouden gaan overnemen, dat gethematiseerd wordt. En deze drie films zijn wel aardig, omdat ze na Her 2013, Ex Machina en Uncanny zijn allebei in 2015. Er zit een zekere opbouw in, zou je kunnen zeggen. Een zekere opbouw van uncanniness. Van, het wordt steeds een beetje onheimlicher in die films. Her, voor degene, de meeste van u hadden wel gezien, maar dan kan ik heel kort zijn. Her gaat over een man, zeg maar, niet al te gelukkig in het leven, zou je kunnen zeggen. Zijn relatie is stuk gelopen. En ook zijn baan is tamelijk bijzonder. Hij schrijft liefdesbrieven voor anderen. Dat in opdracht, zeg maar. En de plot draait erom dat hij verliefd wordt op zijn nieuwe besturingssysteem, Samantha. Dat Scarlett Johansson, zeg maar, de stem van het besturingssysteem heeft daar misschien, werkt daaraan bij, of heeft daar misschien aan bijgedragen.
Maar in ieder geval, dat is de thematiek. Hij wordt verliefd op zijn besturingssysteem. En hoe zich dat ontwikkelt, dat is de thematiek van de film. Maar het loopt niet echt goed af voor de mens in dit geval, zeg maar. En dat is eigenlijk de constante in deze drie films. Ook Ex Machina heeft dezelfde soort thema. In dit geval is er een eigenaar, CQ, geniale bedenker van een Amerikaans bedrijf. Je zou daar, het heet Blue Book. Je zou een beetje kunnen denken aan Google of Facebook, zoiets in die, het wordt niet precies duidelijk. Maar die woont in een afgelegen villa en die nodigt een van zijn medewerkers van het bedrijf uit om een week bij hem te logeren. En dat is eigenlijk om hem te onderwerpen aan een Turing-test. Want hij heeft een robot gebouwd, of een aantal robots in feite, met nogal verleidelijke vrouwelijke vormen. Maar tegelijkertijd heel duidelijk zichtbaar dat het robots zijn. Ze hebben wat transparante delen. En dat is iets wat je bij vrouwen niet altijd tegenkomt, maar in dit geval is dat wel het geval. Transparante delen, waardoor je het mechanische binnenwerk kunt zien. Dus je ziet onmiddellijk dat het geen mens is. En hij wil eigenlijk weten, zou je zelfs in dat geval iemand kunnen overtuigen dat het een persoon is met emoties en gevoelens. Dat is eigenlijk de test waar die medewerker aan onderworpen wordt. En ook in dit geval loopt het weer tamelijk dramatisch af. Niet alleen voor degene die uitgenodigd wordt, maar ook voor de uitvinder zelf. En Uncanny lijkt in een aantal opzichten op Ex Machina. Misschien dat die daarom niet uitgebracht is in Nederland. Want ook de thematiek wijkt net ook weer af en is net weer iets Uncannier wat hem juist erg leuk maakt. In dit geval is het ook weer een geniale uitvinder die werkt aan robots. En die nodigt in dit geval een journaliste uit. En dat is een gesjeesde AI-studente. Heeft haar opleiding niet afgemaakt, een beetje gefrustreerd gevoel daarover. Maar ze is wetenschapsjournaliste geworden. En zij wordt uitgenodigd ook om een week het nieuwe speeltje te zien van deze uitvinder. En dat is ook weer een robot, maar nu een mannelijke robot. Dus het is omgekeerd als in Ex Machina. En ook in een aantal andere opzichten is het in een soort spiegelfiguur van de eerdere film. Ik kom daar straks op terug, maar dit is even heel kort, zeg maar, de thema's. Oh ja, en voor degene, ik heb vorig jaar ook hier een lezing gegeven, ook over robots, want het ging met name over real humans. Daar ga ik nu niet over spreken, maar de thematiek is enigszins verwant. Alleen, ik heb toen niet over Turing-test gesproken en dat is eigenlijk het centrale thema vandaag. Goed, voor degene die... kijk, in Her komt de Turing-test, wordt niet genoemd. Het is wel een film over Turing-test, maar dat blijft impliciet. In de twee andere films wordt gediscussieerd ook over de Turing-test in de films. Dus daar wordt het expliciet gebracht. Voor degene die getriggerd werden door dat thema en dachten, daar wil ik meer van weten, die zijn misschien ook nog naar de Imitation Game geweest, want er was ook afgelopen jaar een film over het leven van Alan Turing. Alleen, die film gaat niet zozeer over de Turing-test. Volgens mij kan ik me niet precies herinneren, misschien kan iemand me verbeteren, maar volgens mij komt die helemaal niet ter sprake, zelfs ook in de hele film niet. Maar het gaat... Ja, toch wel? Oh, een heel klein stukje. Ja, maar het is niet echt het thema van de film, maar het gaat over de decodering van de code die de Duitsers gebruikten om strategische informatie door te spelen. En nou, dat is natuurlijk om de oorlog te winnen, als je de berichten van anderen kan onderscheppen, is cruciaal. En Turing heeft met een heel team daar een aantal jaren op gewerkt. Het is hem ook uiteindelijk gelukt om de code te kraken. En dat wordt uitvoerig hier in de film getoond. Het gekke is die titel op het eerste gezicht, Imitation Game, want dat was de naam die Turing aan zijn oorspronkelijke Turing, wat later de Turing-test is gaan heten, dat was de naam die Turing daar zelf aan gaf. Dus je zou kunnen verwachten, als je dat weet, nou de Imitation Game gaat daarover, maar hij gaat dus eigenlijk helemaal niet daarover. En toch is het een goede titel, maar daar kom ik zo dadelijk nog op. Ja, waarom zijn we zo gefascineerd door robots in een aantal opzichten zelfs, denk ik? Ik denk dat een van de belangrijkste redenen is dat het een nieuwe krenking van onze antropologische narcisme is. Kijk, Darwin heeft een paar eeuwen geleden laten zien dat mensen eigenlijk ook gewoon dieren zijn. Nou, weliswaar dieren met
misschien een wat grotere intelligentie in bepaalde opzichten dan andere dieren, maar toch dieren in veel opzichten lijken wij daar heel erg op. En dat was toch wel een afbreuk natuurlijk aan het beeld wat wij van onszelf hadden als kroon van de schepping en tegenover het animale rijk staan, laat staan planten. En dat was al een eerste soort krenking, zou je kunnen zeggen. Het begon al eerder met Copernicus, die liet zien dat de aarde niet in het middelpunt van het heelal stond, maar een verwaarloosbaar planeetje in een onmetelijk heelal. En toen kregen we Darwin. En nu met de robotica wordt eigenlijk gezegd, zijn wij misschien zelfs nog wel vergelijkbaar met niet-levende materie? Kun je zelfs machines bouwen die op mensen lijken? En Daniel Dennett, de Amerikaanse filosoof, die altijd houdt van een beetje prikkelen, die heeft zelfs gezegd, mensen zijn eigenlijk niet meer dan vochtige robots. Wij zijn wel iets ander materiaal gebruikt dan het mooie glanzende materiaal waar we die robots voor bouwen. Dus we zijn dus een soort nog niet helemaal gelukte robots, maar veel meer zijn we eigenlijk niet. Dat is een nieuwe krenking. We zijn niet alleen gelijk aan dieren, maar misschien zelfs wel aan de niet levende natuur. Dat idee, dat is niet van vandaag of gisteren eigenlijk. In zekere zin vinden we dat al bij Descartes. Dus we spreken over de 17e eeuw. En eigenlijk aan het begin van de mechanisering van het wereldbeeld. Want in die tijd had je allerlei mechanische poppen. En hier ziet u een voorbeeld daarvan uit de 17e eeuw. En die poppen die konden bijvoorbeeld schrijven, die konden een brief schrijven. En dat waren eigenlijk al een soort robots, zou je kunnen zeggen, primitieve robots, mechanische robots. Zoals in die tijd Pascal en Leibniz ook de eerste computers in feite, mechanische computers al in elkaar zetten. En die van Leibniz was echt heel bijzonder, die kon optellen, aftrekken, zelfs worteltrekken. Dat was echt heel bijzonder. Die van Pascal kon alleen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen. Daar waren ze al gefascineerd. En eigenlijk heeft Descartes al een eerste soort variant van de Turing-test ontwikkeld. Nog niet echt helemaal uitgevoerd, maar als gedachte-experiment. Dat hij zegt, zou het mogelijk zijn dat iemand zich zou kunnen vergissen en denken dat hij hier met de mens te maken heeft? Hij zegt, die poppen, dat zie je wel, maar stel nou dat een poppenmaker een hele exacte kopie van de mens zou kunnen maken, die exact als de mens zou bewegen, zouden wij dan kunnen onderscheiden of het een echte mens is, een robot is of een echt mens is of een robot. En hij zegt dan, misschien op het materiële vlak wel, maar als we met zo'n robot zouden proberen te praten, zou je onmiddellijk door de mand vallen, want spreken kunnen die poppen niet. En dat was in die tijd ook het geval. Dat was dat de technologische ontwikkelingen op dat moment maakten dat absoluut onmogelijk. Maar eigenlijk was dat al een soort eerste Turing-test, zou je kunnen zeggen. Turing-test, zoals Turing die heeft verwoord in een artikel Computing Machinery and Intelligence, 1950 gepubliceerd in het tijdschrift Mind. Dat was een aantal jaren nadat hij, dat was in 1936, Uncomputable Numbers schreef. Dat was het beroemde artikel waarin hij eigenlijk de programmeerbare computer bedacht. Of althans, daar was in de 19e eeuw zelfs al mee geëxperimenteerd. Hij heeft een wiskundig model daarvoor bedacht. En eigenlijk was dat een bijvangst, zou je kunnen zeggen. Want zijn vraag in het artikel was, kun je alle wiskundige berekeningen mechaniseren? Of zijn er ook berekeningen die je niet kunt mechaniseren? En om dat te testen, bedacht hij in feite een programmeerbare computer. In de vorm van een soort typemachine met een oneindig lang lint, waar je dan symbolen op kon toetsen, instructies. En op die manier zou je zijn hypothese kunnen testen. Dus hij was al heel vroeg met computers bezig, maar zeker ook ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, toen hij met het ENIGMA-project bezig was, kwam ook de vraag bij hem op van, zou je met zo'n computer ook intelligentie kunnen programmeren? Zou je intelligent gedrag in een machine kunnen programmeren? En hoe zou je dat ook kunnen checken of dat werkelijk zo is? Dat was zijn vraag in dit artikel. En hij zei dat is een heel lastig vraagstuk. Waarom? Omdat intelligentie, die is moeilijk waarneembaar. Je kunt niet bij een robot of een machine, een computer, naar binnen kijken. Overigens merkt hij daar feintjes bij op, dat geldt ook voor mensen.
Wie van u liefhebber is van zombiefilms, kent ook dat verschijnsel van entiteiten die heel erg op mensen lijken, maar waar helemaal niets in de geest omgaat, omdat ze zombies zijn. Dus ook dat is een vraag, weten we zeker dat de gedachten in andere mensen omgaan? Een soort solipsisme-problematiek. Maar zeker bij machines is dat een groot probleem. En dan komt, dan zoekt hij een pragmatische oplossing. En dat maakt hem, wat je zou kunnen zeggen als filosofisch standpunt, tot een filosofisch behaviorist. Hij zegt, kijk, we kunnen niet naar binnen kijken, maar de enige manier waarop we het wel kunnen testen, is naar het gedrag te kijken. Als iets zich intelligent gedraagt, dan zijn we geneigd daar intelligentie aan toe te schrijven. En dat is de test. Gedraagt het zich intelligent? En hij wilde dat op een of andere manier operationaliseren. En toen knoopte hij aan bij een spel wat in die tijd in gedurende feestjes, of tijdens feestjes vaak werd gespeeld. Dat werd de imitation game ook genoemd. Het bestond eruit, je nam een dame en een heer uit het gezelschap, die werden in een andere kamer geplaatst. En dan werd er een derde persoon gekozen en die moest proberen uit te vinden wie van de twee de man was en wie de vrouw. En hoe deed hij dat? Hij mocht dan briefjes schrijven met vragen. En de twee personen in de andere kamer werden dan A en B genoemd. Dan mocht hij vragen stellen aan A en B. En dan moest hij erachter zien te komen door de vragen wie de man was en wie de vrouw. Maar er was een extra spelregel die het heel spannend maakte. Want de vrouw had als opdracht de vragensteller zoveel mogelijk te helpen. Dus waarheid te spreken. En de man had de opdracht om te proberen de vragensteller te misleiden. Dus als je vroeg, ben jij de man? En het was de man, dan zei hij nee. En was het de vrouw, dan zei ze nee. Nou, andersom, idem dito. Dus dat is lastig. Dus je moest dan proberen door slimme vragen te stellen erachter te komen wie dat was. Nou, je zou dat kunnen mechaniseren, dat spel, door een van de personen te vervangen door een computer. En dan de vragen te stellen aan de mens of de computer. Aanvankelijk had hij het idee van, nou, de computer neemt de plaats van de vrouw in. Maar in de derde variant van het spel, en dat is eigenlijk de variant die bekend is geworden, maakt het niet zozeer uit of de mens een man of een vrouw is. Het gaat erom daar, wie is de mens en wie is de machine. En dat is het uiteindelijke, de derde vorm en de uiteindelijke vorm van het spel. En nou, met briefjes is lastig, dus je moet dat met een terminal doen. Je hebt een computerprogramma en daar kun je vragen aan stellen en dan krijg je de antwoorden. En ook de menselijke persoon via een terminal zal die antwoorden. En je moet er dan uitzien te vinden wie de mens is en wie de computer. Ja, je kunt je afvragen, die Turing-test, die is nogal omstreden. Ook het criterium bijvoorbeeld. Turing schreef in zijn artikel, een machine is geslaagd voor de Turing-test als hij in meer dan 30% van de gevallen de ondervrager 5 minuten lang in de waan kan houden dat hij een mens is. Ja, waarom 5 minuten? Waarom 30%? Tamelijk arbitraire criteria natuurlijk. Het zou ook 33% kunnen zijn of wat dan ook. Maar goed, dat was zo bedacht in de test. En hij zei, nou, dat is een arbitraire keuze in zekere zin, maar dat is een aardige test. Dan kunnen we in ieder geval, kun je dan kijken in hoeverre komen we daar al in de buurt. Nou, er was veel kritiek in de literatuur sindsdien op die test. Er werd bijvoorbeeld gezegd, ja, is dat niet een hele magere opvatting van intelligentie? Dat kunnen we beantwoorden van vragen. Intelligentie vereist veel meer. Bijvoorbeeld een trap op kunnen lopen zonder te vallen. Dat is ook nog niet vreselijk intelligent, maar daar moet je toch een zekere intelligentie voor hebben. En nou, een computer kan dat niet. En zelfs de meeste robots, geavanceerde robots tegenwoordig, die, nou, dat is toch nog niet een makkie om zulke dingen te doen. Of zo'n partijtje voetbal te laten spelen. Nou, Pieter Jonker hier, die is daar, dat soort zaken. Druk in de weer. Dat valt nog niet zo mee. Dus ja, is dit wel een echte test voor intelligentie? Dat is de vraag. En anderzijds is er een eigenlijk bijna tegengestelde kritiek die zegt van ja, ga je niet veel te veel uit van een mens eigenlijk door hem proberen de schijn te laten opwekken dat het een mens is, de computer. Want een intelligente computer, die intelligentie hoeft niet per se dezelfde soort intelligentie te zijn als menselijke intelligentie. En bedenk vliegen bijvoorbeeld. Vliegtuigen, die meten we ook niet of ze adequaat zijn of niet aan
of ze lijken op het vliegen, of hun vlieggedrag lijkt op dat van een vogel. Nee, dat is niet zo. Die wieken die klappen niet, of de vleugels klappen niet van een vliegtuig. En toch vliegen ze uitstekend. En dus menselijke intelligentie zou, of sorry, computerintelligentie zou wel eens een heel ander soort intelligentie kunnen zijn dan van mensen. En deze test is misschien ook om die reden niet heel erg geslaagd. Nou, die eerste kritiek die voorzag Turing wel al in dat artikel. En vooral in een later artikel, nog een paar jaar later, wat hij schreef. Waarin hij ook de schaakcomputer nog bedacht, by the way. Daarin zegt hij van ja, om een werkelijk intelligente machine te maken, zou die niet alleen moeten kunnen converseren, maar ook inderdaad zich kunnen bewegen in de omgeving. Het zou een robot moeten zijn. Alleen, zegt Turing, dat gaat niet lukken, want die zou veel te groot worden. Want alleen al het brein is tamelijk groot, zegt Turing. Ja, en dat was ook de computers waarmee hij werkte. Het model 1950, die vulde ongeveer een kamer. Dus het idee om dan ook nog heel veel extra modulen daarbij te plaatsen, om ledematen te bewegen en zo, dat zou een reusachtig ding worden. Dus hij zag dat niet zo in. Dus vandaar dat hij zegt, nou, die Turing-test is een simpele vorm, misschien is een gelimiteerde vorm, maar het is een aardige test. En hij doet ook een voorspelling. Hij zegt, ik denk dat rond 2000, het zal tot 2000 zal duren. Het was in 1950 geschreven, het artikel. Dus over 50 jaar zal misschien de eerste computer de Turing-test, of de imitation game, spelen. Binnen. Waarom is imitation game toch wel een aardige titel ook voor die film? Omdat er is iets heel geks eigenlijk met die test. Want meet die test nou eigenlijk intelligentie of het vermogen om de zaak te flessen? Want je moet de indruk wekken van intelligentie. Is dat werkelijk intelligent gedrag of is het een maat van leugenachtigheid of zo die je meet? Hè? Of van het vermogen om anderen te misleiden? En waarom is het een aardige titel ook voor die film? Nou, Alan Turing was homoseksueel, maar dat was in het Engeland van die tijd was dat absoluut niet geaccepteerd. En hij deed zich ook als heteroseksueel voor. Hij speelde dat hij heteroseksueel was. Dus hij was eigenlijk een imitation game zelf in zijn leven aan het spelen. En toen hij op een bepaald moment betrapt werd met een gezellig onderrondje met een vriend, werd hij ook opgesloten en werd hij voor de keuze gesteld om zich chemisch te laten castreren of langdurig de gevangenis in te gaan. Hij heeft voor het eerst gekozen, dat gevangenisstraf hem vreselijk leek, maar het leidde tot niet alleen libido sterk onder druk werd, maar ook het was een hormonenkuur, hij kreeg ook borstvorming. Dus ja, dat is helemaal een cynische draai van de geschiedenis, zou je kunnen zeggen, dat hij vrouwelijke trekken kreeg door die kuur. En wat hij uiteindelijk deed, dat was misschien wel zijn laatste imitation game. Hij was een groot liefhebber van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Die film was in 1937 uitgekomen en daar ging hij regelmatig naartoe. En hij pleegde zelfmoord door een appel te injecteren met cyaankali en die op te eten. En op die manier, in navolging van Sneeuwwitje, er een einde aan te maken. En in zijn geval was er geen prins die hem kwam wakker kussen, helaas. En het is, ik geloof vorig jaar of twee jaar geleden, dat hij pas gerehabiliteerd is, ook door de Engelse regering. Dat is toch een kwalijke zaak. Goed, die Turing-test, ondanks het feit dat je kunt discussiëren of het werkelijk een intelligentietest is, of meer een test voor misleiding. En misschien wel juist daarom, is heel populair gebleven. En sinds de jaren 80, eind jaren 80, is er ook een jaarlijkse Turing-test, vindt er plaats. En daar is ook een prijs, ik geloof 10 of 100.000 dollar of zo, ik weet niet meer precies hoeveel het was. Dat doet ook niet zoveel toe, maar dan kunnen mensen een softbot insturen en dan wordt die een jury, een deskundige jury bestaande uit artificial intelligence mensen, psychologen, leken. En die mogen dan gezamenlijk vragen stellen. En dan gaat het er dus om, passeert de kunstmatige intelligentie, de softbot, de test? Dat wil zeggen,
kan die in meer dan 30, gedurende 5 minuten, in meer dan 30% van de gevallen, een jurylid overtuigen van het feit dat hij een mens is. En inderdaad, in 2014 is het de eerste keer een softbot gelukt. Eugène Goosman, die wist 33% van de tijd, op 33% van de gevallen gedurende die 5 minuten de jury te overtuigen. Er ging onmiddellijk een storm van protest op, want er was vals gespeeld. Waarom? Nou, die Eugène Goosman die werd voorgesteld, die stelde zich voor als een 13-jarige Oekraïense jongen die niet zo goed Engels sprak. Dus ja, als het een beetje clumsy klonk, dan zei ja, dat komt natuurlijk omdat hij Engels is zijn moedertaal niet. Dus mensen vonden dat heel gemeen. Ja, we worden misleid. Ja, ik zou zeggen, gaat die test daar eigenlijk niet om? Hè? Het gaat om misleiding, dus eigenlijk vond ik het wel heel geslaagd. Maar goed. Oh ja, Turing-test succes. Mark's milestone in computing heeft hij. Zulke soort koppen moet je dan toch wel enigszins relativeren, denk ik. Maar goed, nu naar de films. Hoe speelt daar die Turing-test een rol? Nou, hier zien we Theodore in Her. Hij staat hier verliefd naar zijn besturingssysteem. En op het eerste gezicht denken, ja, dit is toch wel heel erg dwaas. Dat is toch wel heel naïef. Hè? Want hij weet dat het een besturingssysteem is. Hij weet dat Scarlett Johansson zeg maar, alleen de stem heeft ingesproken. En niet daar lijfelijk aanwezig is. Hoe kan het zijn dat hij daar intrapt? Nou, je kunt je afvragen of dat toch daadwerkelijk zo gek is. Ik weet niet wie van u de Tamagotchi nog kent. De Tamagotchi, een klein apparaatje met zeg maar, de aaibaarheidsfactor ongeveer van een kookwekker. Ja? Dus ik zou zeggen zeer gering. En nou, dat is in feite een simulatie van een diertje. Die moet je voeden, je moet ermee spelen, want als je dat niet doet, gaat hij dood. En dat was een enorme hit, die Tamagotchi. Ook al weet je, ja, het is niet meer dan een soort veredeld kookwekkertje met een iets ander programmaatje erin, zat iedereen ermee bezig. En ik weet toch, mijn kinderen hadden er in die tijd ook één. En op een bepaald moment werd het op de basisschool verboden om ze mee naar school te nemen, omdat die kinderen voortdurend bezig waren met het voeden en spelen. En mijn vrouw heeft toen nog de Tamagotchis mee moeten nemen naar haar werk en stiekem op het toilet, zeg maar, tussen de gesprekken door de diertjes moeten voeren om te zorgen dat de kinderen niet emotioneel gekwetst daaruit zouden komen. Want we investeren werkelijk emotie op het moment dat er interactie plaatsvindt. Als een entiteit reageert op ons gedrag, krijgen wij daar een bepaalde emotionele band mee. En dat is evolutionaire verklaringen zijn daar ook voor. Ik bedoel, als er een leeuw op je afkomt en je reageert niet, ik denk, dan ja, dat is zeg maar evolutionair niet een hele goede eigenschap om te overleven. Ik bedoel, gen voor niet reageren op leeuwen, dat zorgt dat het heel snel uitgeselecteerd wordt in de gene pool. Dus, en ook bij andere mensen natuurlijk, dat je de intenties van anderen begrijpen, is iemand kwaads van zins of is het een vriend? Dat is heel belangrijk. En dus we zijn evolutionair als het ware heel erg toegespitst op interactie met andere wezens die op een of andere manier reageren op ons gedrag. Met de steen hebben we dat niet, maar zo gauw iets gaat bewegen en reageert op ons gedrag, en dan gebeurt dat wel. En een grappige anekdote ook. Een van de deelnemers aan de Turing-test als jurylid, een psychologieprofessor, die had een hele leuke date opgedaan op internet. En die kwam er pas na 3 maanden achter dat het een chatbot was. Dat was Ivana uit Rusland. Een hele aardige blondine. Er hadden een prachtige foto's stond er ook bij. Maar die kwam er dus pas na 3 maanden achter. Toen die hele gekke teken. Want hij kreeg een beetje. Op een bepaald moment dacht hij dat klopt toch niet helemaal. Dus toen ging hij hele rare strings. Willekeurige strings intypen. En Ivana reageerde daar gewoon weer heel opgetogen over. Dus toen dacht hij, ja, ik ben er toch wel ingeluisterd. En dus zelfs een expert die zich bezighoudt met Turing-testen, blijkt daar soms niet ongevoelig voor te zijn. Ja, dan Ex Machina. Zoals gezegd, dat is ook een interessante variant op de Turing-test. Want in dit geval wordt een persoon uitgenodigd. En kijk, je ziet hier Ava. Maar ze is deels transparant hier en je ziet het mechaniek van binnen. En
De uitvinder daarvan, de eigenaar van Blue Book, van die organisatie, die wil erachter komen, kan het toch zo zijn dat die persoon een emotionele band krijgt met deze robot? En in zekere zin is ook de vraag, heeft in de film die ons voorgelegd wordt, heeft Ava zelf emoties? En want wat er gebeurt in de film, de hoofdpersoon wordt verliefd op Ava. Maar Ava is niet de enige. Het blijkt dat die uitvinder een heleboel van dit soort robots heeft gemaakt. Die hij als een soort seksslavinnen houdt. En wat Ava doet, ze maakt gebruik van de verliefdheid van de hoofdpersoon. Om te ontsnappen en tegelijkertijd op een gruwelijke manier wraak te nemen op haar maker. Een soort Frankenstein motief. Ja, dat zie je ook in de beroemde Frankenstein film van Mary Shelley. 19e eeuw is dat ook een thema. Dat is een thema van heel veel science fiction films. Techniek die zich tegen ons keert, maar dat die wordt uitgevonden. Maar blijft de interessante vraag, ja, kan dat eigenlijk? Heeft Eva emoties of heeft Eva geen emoties? Ava, geen emoties. Ja, je zou bijna Eva zeggen, want de hoofdfiguur in de andere film, de robot daar, de mannelijke robot, heet Adam. En dus wie een religieuze interpretatie wil gaan geven van deze films, die heeft ook daar mogelijkheden toe. Ja, ik denk dat dat de werkelijke vraag is, want ik denk dat het vooral ook een film is over de relatie tussen Turing en Wittgenstein. De filosoof Wittgenstein. En waarom? Nou, Wittgenstein, beroemde filosoof, misschien wel de beroemdste filosoof, Engelstalige filosoof uit de 20e eeuw. Dat is een prachtige Companion to Wittgenstein's Philosophy, uitgegeven door Cambridge University Press. En die begint met een geweldige zin. En die geeft tegelijk het probleem bij Wittgenstein aan. Die zin luidt, er is algemene overeenstemming dat Wittgenstein behoort tot de belangrijkste filosoof van de 20e eeuw. Wat hij meende en waarom, daar is echter geen enkele overeenstemming over. Want Wittgenstein schreef geen boeken, maar allemaal losse aantekeningen. Hij heeft eigenlijk nooit een boek gemaakt. Zijn eerste boek was ook eigenlijk 7 stellingen met wat substellingen. Maar vaak wel geniale vragen, geniale opmerkingen. En dat houdt nu al vele jaren, meer dan een eeuw, houdt dat filosofen bezig om erachter te komen wat hij nou wel precies zei en waarom. Hij gaf ook colleges eind jaren 30 over de Foundations of Mathematics. En wie zat daar voorin in de collegezaal? Het was een vrij kleine collegezaal, want een stuk minder dan 10 mensen waren daar aanwezig. Wie zat daar helemaal vooraan? Turing. Ze zaten allebei, dezelfde universiteit. En Turing die hield zich op dat moment wel bezig met het denken over kunstmatige intelligentie of vraagstukken op het gebied van de grondslagen van de wiskunde. En die wilde wel eens horen wat Wittgenstein zo al te zeggen had. En Wittgenstein begon een van zijn colleges als volgt. En Wittgenstein stond bekend als een zeer aangenaam mens, maar niet vriendelijk, op geen enkele manier. En zijn eerste zin was, dan keek hij eens goed Turing aan en dan zei hij, there is no such a thing as a thinking machine. Oh ja, waarom gaat die film over Wittgenstein? U zou zeggen, ja, dat is weer een typische filosoof die aan het hinein interpreteren is en die denkt, dat gaat over Wittgenstein, die film, maar dat is helemaal niet zo. Hij bereidt zijn eigen stokpaardjes. Nou, het is wel zo. Dat bedrijf in de film heet Blue Book. Blue Book is een van de boeken van Wittgenstein. In de film, hier ziet u een scène, ziet u een schilderij van Klimt hangen. Weet u wie daarop staat? Weet iemand dat toevallig? De zuster van Wittgenstein. Wittgenstein kwam oorspronkelijk uit Wenen en de familie was nauw bevriend met Klimt. Zijn zus was daar. Dat huis waarin de eigenaar van Blue Book woont, is een villa aan een fjordachtige omgeving. Wittgenstein bracht de zomers altijd door in Noorwegen in een hut aan de fjorden. En dus er zijn allerlei verwijzingen naar Wittgenstein hier. En zo dus, a machine thinks seems somehow nonsensical. Dat Blue Book bevatte transcripties van zijn colleges over de Foundations of Mathematics. Dus die colleges waar Turing bij was. En dit is dus een van die zinnen die hij uitspreekt. A machine thinks or perceives or wishes seems somehow nonsensical. It is as though he had asked, has the number 3 a color?
Dat is onze vraag. Is er, welke kleur heeft het getal 3? Ja, dat is een onzinnige vraag. Dat kun je niet beantwoorden, omdat er is geen antwoord op. En Wittgenstein zegt, vragen of een machine kan denken is net zo'n vraag. Hetzelfde zou je kunnen zeggen dat een machine een emotie heeft, is ook nonsensica. Als ik mij ga verwonderen over de vraag of mijn stofzuiger misschien last heeft van een winterdepressie, dan zult u het of een leuk grapje vinden of mij aan gaan melden voor een therapie. Een van de twee mogelijkheden. En Wittgenstein dacht aan klassieke machines toen hij dit zei in zijn colleges. Maar Turing dacht aan een ander soort machines natuurlijk. Aan machines die intelligente indruk maken. En nou is het interessante dat Turing en Wittgenstein, en ik denk dat dat ook de reden is dat Turing kwam luisteren, delen eigenlijk dezelfde filosofische positie. Want ook Wittgenstein was, en ik denk dat Wittgenstein mogelijk zelfs Turing daarin beïnvloed heeft, bij het bedenken van die test, Wittgenstein was ook van mening dat je intelligentie alleen aan het gedrag kunt afleveren en dat je niet bij mensen naar binnen kunt kijken. Dus ook Wittgenstein is een filosofisch behaviorist. Dus een behavior, gedrag, dat is de toetssteen om te meten of iets intelligent is of niet. Toch verschillen ze hier heel duidelijk van mening. En hoe komt dat? Ik denk omdat in feite Turing hier één stapje verder was dan Wittgenstein in het denkproces. Wittgenstein dacht aan klassieke machines. En inderdaad, ik denk dat hij gelijk heeft, en ik gaf dat met het voorbeeld van de stofzuiger, dat hij gelijk heeft dat je met klassieke machines het onzinnig is om in termen van intenties of gevoelens of intelligent gedrag over de stofzuiger te spreken. Maar in het geval van een robot of van een kunstmatige intelligentie is dat helemaal niet zo gek. Mijn zoon die heeft een stofzuigerrobot thuis. Die gaat keurig door het huis, die leert ook nog waar de meubels staan en zo, die weet hij te omzeilen. En als hij bij de trap komt, ze hebben een trap naar beneden, dan keert hij om. Er zit zo'n sensortje en dan gaat hij om. En dan zeg ik tegen mijn kleinkinderen, zeg ik, waarom draait de robot om? En dan zeggen ze, ja opa, de robot is bang om van de trap te vallen. Oh, dan zeg ik, heeft hij dan echte gevoelens? Opa, hij is zo geprogrammeerd. Nou, dus dat is heel interessant. Dus ze gebruiken intentioneel taalgebruik. Zo van, hij is bang, hij keert om omdat hij niet van de trap wil vallen. Terwijl ze heel goed weten dat hij geprogrammeerd is. Waarom is het toch niet zo gek in dit geval? Kijk, als je vraagt van mijn gewone stofzuiger, van heeft hij er vandaag een beetje zin in? Als ik hem dat ga vragen, dat is onzinnig. Maar in het geval van die stofzuigerrobot, die heeft bepaald gedrag ingeprogrammeerd. En dat is intelligent gedrag. Hij draait keurig om bij de trap. Dat is weliswaar door iemand, een intelligent iemand daarin geprogrammeerd, maar dat gedrag, dat vertoont hij in zijn omgang, in zijn interactie met de wereld. Dus wat Wittgenstein niet zag, dat is een bepaald taalspel, want dat is een begrip wat hij in die tijd ook ontwikkelt. Hij zegt, je hebt voor bepaalde situaties bepaalde taalspelen. En als we het over machines hebben, horen daar bepaalde dingen bij. Functie, causaliteit, dat zijn allemaal begrippen die we, dat hoort bij het taalspel van de machines. Maar gevoelens of intelligentie hoort daar niet bij. Wat hij niet zag, was dat taalspelen ook kunnen veranderen met de veranderende praktijk. Dus waar het gek is om over de gewone stofzuiger daar intenties aan toe te schrijven, is het niet zo gek om dat te doen met een geprogrammeerd apparaat. En dit was echt feiten wat Turing daarbij zijn uitgangspunt was. Hè? If something walks like a duck, quacks like a duck and looks like a duck, it must be a duck. Dan is er geen enkele reden om zo'n entiteit intelligentie te ontzeggen. Blijft de interessante vraag natuurlijk van, ja, heeft Ava nu ook werkelijk dan gevoelens? Dan denken we niet aan de stofzuigerrobot van nu, maar denk eens aan een ontzettend ingewikkelde computer. Robot die nog veel fijnzinnigere interacties met de omgeving kan doen. Zou er dan werkelijk zoiets kunnen ontstaan als gevoelens en dergelijke? Nou, ik denk niet op basis van het type computers wat we nu hebben, zeg maar de Van Neumann-machine. Want in feite doet hij niets anders dan het herordenen van elektrische signalen. Hij heeft geen
pragmatiek heeft geen semantiek. Hè. Ik heb vorig jaar, voor degene die, ik weet niet, was iemand vorig jaar hierbij? Vorig jaar heb ik daarover gehad, verschil tussen syntactische, pragmatische en semantische machines. En deze machines, ook in deze films, ze zien er heel fancy uit en dergelijke, maar zijn in feite niet meer dan van Neumann machines met een mooie verpakking. Uncanny gaat nog één stapje verder op de ladder van uncanniness. En dat is die film waar de wetenschapsjournalist wordt uitgenodigd, ook weer door een geniale uitvinder. En in dit geval is het interessant, nu wordt niet Joy, zoals de journaliste heet, Joy verliefd op de robot. Nee, de robot wordt verliefd op haar. Joy wordt verliefd op de geniale uitvinder. En dan wordt Adam heel erg jaloers. En dan wordt deze film, krijgt een soort thrillerachtige ontwikkeling, maar met een geweldige twist. Ik bedoel, een twist die niet in de sfeer van de thriller zit, maar in de sfeer van de Turing-machines. Maar daarvoor moet je echt de film zelf gaan zien. En ik wil niet, niemand van u heeft hem gezien, dus ik wil geen spoilers hier gaan geven. Dus ik hou dat even geheim. Maar u moet hem echt gaan zien. Ja, ik noem dit begrip uncanny. En dat is een begrip wat in de robotica wel wordt gebruikt om het gevoel van onheimlichheid weer te geven, wat ons soms kan bevangen wanneer we met robots te doen hebben. En met name met androïde robots, robots die erg op mensen lijken. Het idee is, als iets op een mens lijkt, dan vinden we dat meestal leuk. Want we vinden mensen leuk, we zijn zelf mensen. Dus een pop die op een mens lijkt, nou, dat is cute, dat is leuk. En ja, hoe meer het op een mens lijkt, hoe leuker het is. Maar er is een grens. Op een bepaald moment, als het heel erg op een mens lijkt, maar het toch niet is, dan wordt het zeer onheimlich. Uncanny in het Engels. Denk aan een lijk. Een lijk is een mens, maar ja, is geen mens meer. Is dood, is een dood mens. Lijkt er nog heel erg op, de eerste tijd. Maar tegelijkertijd is het niet. En dat is een kenny. We hebben toch altijd een beetje huiveringwekkende ervaring als je een dood persoon ziet liggen. Zombies, nou, die films leven daarvan. Zombies hebben ook zoiets. Ze zijn, lijken heel erg op mensen, maar blijken geestloze machines te zijn. Ook dat is een kenny. En in feite is die thematiek van deze film Uncanny speelt daar heel erg mee. De ervaringen die we ondergaan wanneer we met machines te maken hebben die zeer op mensen lijken, maar dat niet zijn. Het heeft denk ik in het Westen ook nog te maken met het feit dat door het christendom is er een soort taboe op het scheppen van leven en zeker van menselijk leven. Daarin te grijpen. Zelfs als je niet gelovig bent, ik bedoel, dat zit cultureel ingeslepen. Heel gauw wordt al het argument gebruikt, bijvoorbeeld als het gaat om genetische modificatie of zo, je mag niet voor God spelen. Zelfs door niet-gelovigen wordt dat gezegd. Zo, in een metaforische zin. In Japan is dat heel anders. In Japan, daar wordt vanuitgaan dat alles in zekere zin bezield is. Dus die hebben niet dat taboe. En die zijn ook gek op androïde robots. En je hebt ze al op een paar stations, heb je androïde robots die vertellen naar welk perron je moet gaan. En ook receptionistes en zo heb je in de vorm van robots. Dan kun je vragen, ik wil met meneer die of mevrouw die spreken, ja? Ja, het is wel grappig, overigens, dat deze door een Japanner is bedacht. Japanse robotica specialist. Want dat ging vooral omdat hij demonstreerde, dat is iemand die van die hele androïde robots maakt. En met name westerlingen reageerden daar op een bepaalde manier, ja, zeg maar, heel emotioneel op. En die kwam toen met dat idee van die Uncanny Valley. Het is, het hele begrip staat ook wel ter discussie. Of dat, maar op zich, het verschijnsel is heel goed herkenbaar, zeg maar. Ik bedoel, de theorie die eraan vastbreidt is misschien niet heel erg, zeg maar, overtuigend. Ja, goed, ik moet langzamerhand naar een eind toe. Ik wil het volgende nog zeggen, want ik wil nog even teruggaan naar Stephen Hawking hier. Want ik denk dat het niet uitgesloten is dat wij in de toekomst computers of robots zullen maken die een hoge mate van intelligentie
laten zien en misschien nog wel in veel opzichten intelligenter zijn dan mensen. En misschien snappen we die ook helemaal niet meer, want ik bedoel, een aap die zich probeert een voorstelling te maken van menselijke intelligentie, die zal ook niet zo heel ver komen, denk ik. Nou, als hij geen taal heeft, zal dat bijvoorbeeld een heel belangrijk kenmerk voor menselijke intelligentie. Is dat heel lastig? Ik denk dat het in principe niet uitgesloten is. Het zullen wel een heel ander soort computers moeten zijn dan we nu hebben. Maar er zijn ook, worden al allerlei experimenten gedaan met kunstmatige breinen, die niet alleen digitaal zijn, maar ook analoog. Dat is ons brein ook. Je kunt je voorstellen dat als je een naturalist bent, als je niet gelooft in een goddelijke creatie of zo, dan is het in principe niet onmogelijk natuurlijk om een kunstmatig brein te maken wat ook gedachten zal hebben en misschien als het ledematen heeft ook kan interacteren. Maar ik denk dat dat nog heel erg ver weg is. Ik bedoel, er worden simulaties gemaakt van het brein van de C. elegans. Het is een klein worpje, heeft een brein met 37 of 38 neuronen. Ik weet niet precies, iets in die orde. En om dat te simuleren, en alle interacties, alle mogelijke interacties, dan krijg je al een combinatorische explosie. En daar breken artificial intelligence mensen zich al het hoofd op. Nou, ons brein heeft ongeveer 100 miljard neuronen. Een van de meest ingewikkelde dingen in het heelal, voor zover wij dat kennen. Ik denk dat dat niet in de kwestie van tientallen jaren is, zoals Hawkins denkt. Maar als het gebeurt, moeten we eerder aan honderden jaren denken, denk ik. Ja, dat is wel een... voordat die bestaat, lost die al allerlei problemen op. Bijvoorbeeld Penrose heeft al de vrije wil, heeft hij al verklaard door de quantumcomputer, want dan gebeurt zomaar iets. Nou, dat is dan blijkbaar vrije wil, dat ik er niet voor gekozen heb. Ja, dat wordt altijd... Dat is natuurlijk ook met die Turing-test en dergelijke, het is ook heel veel publiciteit, want zo kun je toch weer proberen wat subsidie binnen te harken. Hè, als je iets een enorme stap voorwaarts net hebt bereikt. Maar goed, dus ik denk eigenlijk dat die voorspelling van Hawking, dat die eigenlijk niet zo... dat we daar niet zo heel bang voor moeten zijn. Ik werd uitgenodigd door Paul Witteman in zondagochtend, dat programma, over deze kwestie, toen Stephen Hawking dat gezegd had. En die zei, bent u ook zo bang dat superieure intelligenties ons binnen enkele decennia gaan overvleugelen en misschien wel vervangen? Toen heb ik gezegd, nee, ik heb een veel grotere angst nog. Mijn grote angst is dat inferieure machines ons gaan overheersen de komende decennia. En ik denk dat dat veel realistischer is. Maar je kunt je voorstellen een soort wereld waarin de mens verdwenen is, door wat voor oorzaak dan ook, of uitgemoord door die machines, of een natuurramp, of wat dan ook. En dat er een hele wereld van machines overblijft, die zich reproduceert en die nog eeuwen, misschien wel millennia, misschien wel miljoenen jaren doorgaat, zonder dat daar nog een mens is, zonder dat daar één gedachte in omgaat. En u denkt, ja, dat is toekomstmuziek. Het is al begonnen. Het is al begonnen. U kent toch de CAPTCHA? Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. De inferieure kunstmatige intelligenties zijn al begonnen ons te testen. Als u zo'n CAPTCHA invult, om te laten zien dat u een mens bent en niet een softbot, dan wordt u getest door een Turing-test, door een kunstmatige intelligentie, of u een mens bent of niet. En dus hier die invasie van de kunstmatige intelligentie is in onze wereld, die is al lang begonnen. En ik denk dat de angst voor inferieure intelligenties die ons gaan overheersen, een gegrondere angst is dan die van Stephen Hawking. Dank u wel.